Hartelijk welkom bij deze aflevering van Stellage, waarin twee vertegenwoordigers vertellen over hun Romeinse dag, waarin we praten met Kees van der Zwaard over zijn project Natland en waarin we ook te gast hebben Sophie van Hogendorp met haar The King of the Street Festival in Geldermalsen. Bij mij aan tafel Huip-Jan van Oort en Marinus van Olderen. Huip-Jan, jij bent archeoloog. Ja. Kun jij ons vertellen wat een archeoloog doet en waar jij werkt? Archeoloog doet... wordt meestal geassocieerd met veldwerk. Als je vraagt wat een archeoloog doet, dan je staat zeker buiten. Nou, dat geldt voor mijn geval niet, want ik werk voor gemeentes. Ik ben een regionaal archeoloog in dienst voor 5 gemeentes binnen regio Rivierenland. En daar zit niet onder Tiel, niet onder Zaltbommel, maar wel gemeenteburen onder andere. Dus jij staat niet in de klei? Nee, zeker niet. Nee, wel gedaan vroeger, maar dat is toch al 7 jaar geleden. We kunnen zeggen dat jij archeologisch werk coördineert binnen de gemeenten? Of? Ja, ik ben adviseur eigenlijk. Je kunt het zien als adviseur en voor alle archeologische vragen komen ze bij mij terecht. Okay. Binnen de overheid dan. Ja. En Marinus, jij? Ja, ik ben werkzaam bij de gemeente Buren. Ik doe daar economische zaken met als onderdeel recreatie en toerisme. Samen een pakket waar voor deze gemeente nog heel veel te doen valt. We hebben onder andere Stadjeburen, waar Oranje staat, Vestingstaat op geld doet. En verder hebben we zo af en toe een evenement in onze gemeente en die proberen we te promoten. En zo zullen we naar het onderwerp stappen waar we het over hebben vanavond. Waar we als gemeente Buren ook actief aan deelnemen als recreatieve economische kans. Ja, heren, de Romeinen. Nou dacht ik dat de Romeinen 1600 jaar geleden vertrokken waren uit ons rivierenland. En nou komt u mij beide vertellen dat ze weer terugkomen. Ja, hoe zit dat? Ja, dat is even schrikken, toch? Dat is even schrikken, ja. Nee, moet ik zeggen. De Stichting Romeinenfestival uit Nijmegen, die houden 1 keer in de 2 jaar een festivaldag in Nijmegen. En ze hebben nu dit jaar gekozen om ook een reis te maken vanaf Katwijk tot aan Nijmegen. En ze stoppen ook nog in Maurik. Waarom speciaal vanaf Katwijk naar Nijmegen? Is dat een bijzondere grens geweest? Is dat een bijzondere weg geweest? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Ja dat klopt. Nou, dat is in Katwijk, dat ligt aan de Oude Rijn. Maurik ligt aan de Rijn nog steeds. En daartussenin lagen allerlei vestings- of wachtposten en legerplaatsen. Vanaf Katwijk, Leiden, Alphen aan de Rijn en hier ook in Maurik. Ja, we zitten dus hier in het grensgebied, hè, waar de Romeinen eindigden zo'n beetje. Daarboven, daar waren andere stammen. Nou gaan jullie een Romeinse dag organiseren. Hoeveel mensen nemen daar aan deel en waar vindt die Romeinse dag plaats? Ja, we zijn eigenlijk met 3 groepen die het organiseren. Dat is de Stichting Romeinenfestival, die zijn met het idee gekomen. Als gemeente hebben we gezegd van dat is een prachtige mogelijkheid om een stukje promotie te doen. Om te laten zien wat Maurik in de oudheid ook al betekende. En Rijswijk niet te vergeten, het buurdorp. Samen met het terrein van Allsport Resort, wat helemaal op de westpunt van het eiland van Maurik ligt, hebben we de handen ineengeslagen en hebben we een programma gemaakt wat A. Alle ruimte biedt voor het Romeinenfestival. B. Een stukje historie toevoegt van de streek. We hebben onder andere contact gelegd met het Heemkundig Museum. In Ommeren? In Ommeren, ja. Mensen die de gebruiksvoorwerpen uit de streek bewaren en laten zien. Die hebben nog een enorme collectie achter de coulissen staan. Het museum, daar halen ze liever niets uit. Ze gaan ook flink een stuk uitbreiden. En vooruitlopend op de inrichting van die uitbreiding willen ze al laten zien wat ze in de streek allemaal aan boerenwagens, schilderijen, gebruiksvoorwerpen, ga zo maar door, nog hebben. En ze werken graag mee om een hal hier op het terrein te vullen, om de mensen dat te laten zien. Nou ben ik bezoeker, hè? Dan kom ik naar dit terrein toe. Ja. Kunnen jullie een beetje schetsen voor ons hoe dat er dan uitziet? Ik heb ook iets gehoord van dat er een fort gebouwd wordt. Hoe moet je je voorstellen dat die Romeinen hier leefden? Huip-Jan, kun je dat ons vertellen? Ja, de Romeinen die zaten hier, dat waren soldaten die hier zaten. Die zaten hier van de eerste eeuw na Christus. Bekend is dat ze ongeveer rond 80 na Christus hier zaten. En hebben tot en met eind derde eeuw na Christus hier gezeten.
Daarna zijn ze vertrokken. Is er een kleine periode geweest dat ze ook weer, dat het weer opkwam, dat ze weer terugkwamen. Of dat nou soldaten waren of niet, dat is altijd, dat is een beetje de vraag. Maar er hebben nog wel weer Romeinen gezeten. En na het eind van de vierde eeuw houdt het op. Ik heb een plaatje meegenomen van hoe dat Castellum er, altijd zo heet dat, een lege fort. Castellum. Kun je even te zien. En die forten die waren van hout? Nee, hier niet. Deze niet. Nee? Nee. Hier is die pas, ze zijn pas gaan bouwen in de loop van de eerste eeuw. En toen was het gebruikelijk om ze van steen op te trekken meteen. Meteen van steen? Ja. Dus is hier ook in Maurik een stenen Romeinse fort geweest? Ja. Dat is vrij groot geweest. Ik denk 80 bij 80 ongeveer. Zoiets. Flink fort. Ja. En daarvoor hadden ze wel... Ja, in Nederland zijn heel veel houtfases van Castellum bekend. Alleen hier niet. Dat is eigenlijk allemaal voor 70 na Christus hebben die er gestaan. En die zijn platgebrand. Die waren gevoelig voor verbranding en voor plundering. En ja, de Romeinen zagen op een gegeven moment ook wel in, na de Bataafse opstand heet het dan, dat ze moesten gaan maken van steen. Kun je ook nog vertellen, lopen er ook echte Romeinen rond, zou ik maar zeggen? Ja. Van die reenactment groepen, hè? Ja. Verkleed als Romeinen? Ja, verkleed als Romein. Ik weet niet het exacte aantal, dat hangt ook af van wat de Stichting Romeinen Festival meeneemt. Maar de echte Romeinen lopen rond en als dat er te weinig zijn, dan zullen we dat zeker aanvullen vanuit de mensen die het terrein gaan bezoeken. Dan trek je zelf ook zo'n pakje aan? Dan trek ik desnoods zelf zo'n pakje aan. En er zijn ook hier op het terrein een aantal spellen voor jong en oud om aan deel te nemen. De uitkijktoren beklimmen bijvoorbeeld. We gaan terug waar we tegenwoordig met een bal doen. We gaan niet voetballen, maar we gaan wel gooien met steen. Dus de bal wordt vervangen. Voor de jeugd kunnen zich in groepen aanmelden, hebben we het bouwen van het kasteel. Er komt hier een berg met pallets te liggen, hamers en spijkers en een paar zagen. En we hebben een opdracht om een kasteel na te bouwen. Daar gaan ze allemaal in groepjes aan werken en maar eens kijken waar de echte vaklieden nog zitten. Als de mensen naartoe willen komen, het is op tweede Pinksterdag, ja, hè? Pinksterdag. Hoe laat begint dat? 28 mei. Het is misschien wel leuk om nog even te vertellen. Er wordt ook een limespaal aan de overkant hier van Oldsport aan de Rijnbaandijk geplaatst. Limes, voor de kijkers, is limes de grens. Limes is de grens, is de grens van de grensroute, het Romeinse Rijk die hier gelopen heeft. Die grens die wordt gemarkeerd. Ja. Daar staat een tekst op om met een stuk uitleg. Wat is die Romeinentijd? Wat is die Limesroute? Wat is die Limesgrens? En er zitten wat foto's bij hoe het geweest is en wat het blik nu is. Dat is een blijvend bord. Dat is een blijvend bord en die wordt ook op Tweede Pinksterdag onthuld. Dus vanaf 11 uur is de bedoeling dat de burgemeester en wethouders het bord gaan onthullen. Vertrekken vanaf hier met een steken met een bootje de Rijn over, zoals Romeinen ook gevaren hebben. Een beetje nabootsen. De kortste route. De kortste route en struinend door het weiland gaan ze naar het bord onthullen. Komen ze terug, dan is het rond 12 uur. En dan wordt de dag ook officieel geopend. En dan mogen ook de eerste gasten binnenkomen. Tweede Pinksterdag vanaf 12 uur. Nou vertelden jullie ook nog, er is ook nog voor de scholen gelegenheid om te komen kijken. Ja. De dag erna. Ja, dat is een dag erna. Dat is eigenlijk ook de bedoeling van Stichting Romeinen Festival. Om juist de scholen te bereiken. Basisscholen en middelbaar onderwijs. Nou, dat is hier uitgezet in de regio en ik meen dat er 120 leerlingen op die ochtend in een paar groepjes komen om uitleg te krijgen van de Romeinse tijd, de Limesroute, de Limesgrens en wat het hier in Maurik-Rijswijk betekend heeft. Nou, dat lijkt mij een ontzettend leuke dag, een hele leerzame dag ook. Ja, zeker. Ontspanning en gelijktijdig nog leerzame aspecten erbij. Op één bezoeker kun je zeker rekenen. Ik kom beslist kijken naar deze toch wel heel bijzondere dag van de Romeinen hier in Maurik. Aan tafel Kees van der Zwaard. Welkom Kees. Dankjewel. We praten vanavond over jouw project Natland. Muziektheater aan de Waal staat er dan. Ja. Het klinkt heel uitdagend. Ja, kun je er ons iets meer van vertellen? Wat moeten we ons voorstellen bij Natland? Nou, het is niet mijn project. Het is een project voor heel veel mensen. Het is echt een community art project. We maken muziektheater aan de Waal. Dat is wat het wordt. En het is een verhaal over rivierenlanders van nu. Gespeeld door rivierenlanders van nu. Samen met regisseur Gerard Evers heb ik dat concept ontwikkeld. We hebben verhalen verzameld in de regio. Er zijn allerlei mensen wezen interviewen. En met al die verhalen hebben we één groot verhaal gemaakt. Een groot episch drama wat zeg maar aan de Waal gespeeld gaat worden. En daar doen dus heel veel mensen aan mee. Iets van 60 amateurspelers, een schoolklas of schoolkinderen, jongeren.
muziek erbij. Er is een harmonie samengesteld die meedoet. Er is een band die meespeelt, een professionele verteller. Dus het wordt een groot ding. Ja. Nou, vertelde je mij net al wat. En het meest bijzondere vond ik dat de mensen in een bus gaan. En dat in de bus al de voorstelling start, hè? Dat je dan naar de locatie toegereden wordt. Ja, klopt. We maken de voorstelling in opdracht van Cultuurpact, een opdracht van de provincie. En die willen heel graag de spreiding van het rivierenland meegenomen hebben. Daar hebben we dus dit voor bedacht. In heel rivierenland vertrekken bussen. Dus je koopt een kaartje voor de bus eigenlijk. En dan kun je in Ochten, of in Geldermalsen, of in Zaltbommel, of in Wamel, of Heerewaarde, of Culemborg, noem maar op, Tiel natuurlijk, kun je opstappen. En in de bus begint de voorstelling, die introduceert het verhaal. Daar zijn twee acteurs al actief, die vertellen en zingen. En die breng je dan uiteindelijk met de bus naar de locatie aan de Waal. Dat is een locatievoorstelling, dat is buiten. Mm-hmm. En daar komen al die bussen bij elkaar. Het publiek gaat de tribune op en ondertussen gaat het verhaal door. En ontrolt zich, zeg maar, het spektakel. Als iedereen zit, dan gaat het verhaal door. Ja, gaat het gewoon door. Ja, precies. En die opstapplaatsen, die zijn echt ruim genomen? Heel het rivierenland of het westelijk deel van het rivierenland? Nee, heel rivierenland. Het is echt heel rivierenland. Van Nijmegen tot Gorinchem toe? Ja, op de website www.natland.nu kun je gewoon bij de kaartjes, zeg maar, kijken op welke dag het is. Vanaf 18 mei gaat de voorstelling draaien. En dan kun je gewoon een kaartje kopen voor, nou, ik wil met de bus die in Culemborg of in Tiel weggaat. En die op die dag. Ja. Kun je ons iets meer vertellen van het verhaal? Welke personages spelen ermee? Hoe is het verhaal opgezet? In het verhaal komen meer lijnen bij elkaar. Er zit een archeologische lijn in. Er is een vondst gedaan in het rivierenland, maar niemand weet precies wat het is. Dus dat is het geheim waar het onder andere over gaat. Wat zou daar gevonden zijn en wat zegt dat over dit rivierengebied? Want het is een verhaal over dit rivierenland. Daar komen allerlei mensen op af. En tussen al die mensen die erop afkomen zitten, zeg maar, vertegenwoordigers van heel veel groepen die hier in het rivierland momenteel wonen, actief zijn, werken. Het gaat over, zeg maar, nou, gewoon autochtone rivierlanders, om het maar zo te zeggen. Er doen Molukse vrouwen aan mee. We hebben een paar Marokkaanse jongens, een paar Poolse meiden die meespelen. Zo komen er allerlei werelden bij elkaar die allemaal een eigen manier van leven hier hebben in het rivierenland. En die verhalen die hebben we gemixt. En daardoorheen loopt nog een andere verhaallijn van een jonge vrouw die op zoek gaat naar haar vader. Dat is, zeg maar, heel in het kort. Dus dat speelt daar doorheen. Ja. En dan zie je inderdaad dat er allerlei kanshebbers zijn voor die vader, om het maar zo te zeggen. Langs allerlei groepen in het rivierenland. En nou, dat hebben we allemaal in elkaar geweven. Ja, precies. Ja. Op het laatst. Ja. Hoe hebben je acteurs gevonden? Het is een community art project. Dus we hebben iedereen die mee wilde doen, kon meedoen. We hebben audities gehouden. Daar hebben zich iets van 80 mensen voor aangemeld. Een deel is afgevallen omdat ze niet konden. Maar uiteindelijk hebben we gezegd, laat iedereen meedoen. En dus er zijn mensen die hebben nog nooit gespeeld. Er zijn mensen die hebben heel veel toneelervaring. Dat is allemaal bij elkaar geveegd. En door Gerard Evers, de regisseur, tot één grote bewegingstheater gemaakt. Een enorme uitdaging, hè? Enorm werk ook om al die mensen zo... Ja, het is een enorme klus. ...te coachen enzovoort. Ja. Het is een enorme klus. Ja, het is een enorme klus. Dus er wordt ook heel hard aan gewerkt. De spelers repeteren zich ook suf. En dat is soms natuurlijk ook voor hen, omdat het over heel veel mensen gaat. Er staan elke avond iets van 80, 90 mensen, gewoon anderhalf uur op het toneel. En die moeten dus ook precies elke keer maar weten waar ze moeten staan, hoe ze moeten bewegen. Dat is een enorme klus, maar Gerard heeft er heel hard aan gewerkt. Samen met onder andere nog een choreografe, Yvonne van Akker, om dat allemaal in goede banen te leiden. Er is een Gabor Trajan, die heeft de muziek gecomponeerd. Heeft weer met iedereen geoefend, want de spelers vormen met elkaar ook weer een groot koor. Er zit veel muziek in. Ze heeft prachtige liederen gecomponeerd die weer ingestudeerd zijn door de spelers. En dat zijn dan weer liederen die iets vertellen over wat er zich afspeelt. Ja, dan moeten mensen komen luisteren. Ja, ja. En je hebt natuurlijk wel rekening gehouden met slecht weer, neem ik aan. Je zegt het decor is de Waal. Ja. Maar het zal toch niet helemaal in de open lucht zijn? Of? Het is, er komt een tribune, die is wel overdekt als het goed is. Maar de spelers die zijn echt, die staan echt zo, gewoon dus, buiten. Ja, dus als het regent, dan staan ze letterlijk in het natland. Dan staan ze letterlijk in het natland. Ja, dat hoort er dan ook gewoon bij. En het moet heel gek gaan, wil het niet doorgaan. Maar ze staan, in principe is het gewoon echt buiten op locatie.
Zo. Hoe lang is daar nou aan gewerkt aan zo'n voorstelling? Wat moet je je voorstellen? Werk je daar een jaar aan? Werk je daar een half jaar aan? Ja, de vraag is denk ik al van 2,5 jaar geleden. 2,5 jaar geleden? Ja, toen zijn Gerard en ik zijn een plan gaan bedenken. Dat zijn we gaan overleggen met de mensen van het Servicepunt Amateurkunst in Tiel, want dat is de coördinator. We hebben het plan uitgezet, scriptontwikkeling gedaan, spelers geworven, componisten gezocht. Nou, dat is een enorm traject. Ja. Er wordt ook al vanaf september gerepeteerd door de spelers, maar wij zijn eigenlijk al een jaar daarvoor al begonnen. Ja, het is een enorm traject. En een enorme puzzel ook om alles in elkaar te krijgen. Ook, Doe je dat vanuit je professie ook of niet? Of is ja, nee, dat is liefhebberij. Het is ook liefhebberij, maar het is ook mijn vak. Ook je vak? Ja. Nee, dat gaat anders niet. Dus het hele team is professioneel. Alle mensen die we hebben, Mark van Doorn, de producenten, de muzikanten, de componisten, nou, Gerard natuurlijk, de regisseur. Alle mensen zijn professioneel die het maken. En dat voegen we toe aan de kracht van de amateurs. Want hun kracht is niet... Misschien niet dat ze altijd de sterren van de hemel spelen, maar dat ze heel erg goed zichzelf zijn op dat toneel. Ja. En van daaruit spelen ze. En op die manier spelen ze juist wel de sterren van de hemel. Dat is prachtig. Ja, je moet alles natuurlijk weten te regisseren en bij elkaar weten te krijgen. Ja. Het is wel een prachtige man die vertelt het verhaal. Die speelt de zoon van zeg maar, de laatste riviervisser. Want de riviervisserij is hier nagenoeg over. Zeker de professionele, die bij Heerewaarde toen heel erg onder andere heel belangrijk was. En die man die vertelt het verhaal van hoe hij als kind nog zeg maar naar de school aan de wal ging en dan s'avonds maar weer moest zien waar het schip lag van zijn ouders, waar de schokker waar hij naartoe ging. Dat is prachtig om zo'n, die heeft zich helemaal ingeleefd, die zit daar met een boot en hij zit daar met zijn gedachten in die wereld waar hij vandaan komt. En dat is een wereld die ook voorbij is. Die man leeft in het nu. Zijn kinderen die zijn met computers en met iPods in de weer en je ziet daar ook dus op een gegeven moment de ontwikkeling in de tijd. En bij hem is het heel de weemoed van wat er voorbij is. Daar heb je ook andere...